dan komt ze ver. Want Hunyadi is de te kloppen mevrouw op deze afstand. Ze heeft het hele seizoen zeer constant gepresteerd. Uitstekende prestaties, vooral op die 1500 meter neergezet. Zij behoort zeker tot een van de favorieten. Goeie start. Dus denk ik eerlijk gezegd dat het voor Yvonne een zaak is om zoveel mogelijk in de buurt proberen te blijven van Hunyadi. Ja, keihard meegaan daar in die binnenbocht en aanklampen. En dat doet ze hoor. Boven de snelste tijd, de tijd van Burner. Althans de tijd die leidde tot de snelste eindtijd. En hier is Hunyadi met 27. Oh, en daar gaat Yvonne van Gennep onderuit. Wat is dat nou toch verschrikkelijk jammer. Ja, nou ja, dan is het Olympische verhaal van Gennep echt uit, vrees ik. En buitengewoon teleurstellende 3000 meter. En dan helemaal gedesillusioneerd, zittend op het ijs in die bocht. Daar gaat ze nog een keer met die val. Nou, erger kan het je niet overkomen op de Olympische Spelen en dan dit meemaken. Jij weet wat dat betekent, Ria. Het is verschrikkelijk en zeker voor Yvonne die het toch gewoon probeerde hier. En het mislukte iedere keer weer. Maar wat gaat Hunyadi nu doen? Inmiddels op de 700 meter in 59 rond met een verschil van bijna 18e seconde ten opzichte van Jacqueline Burner. Ach, wat een drama van Yvonne van Gennep nu. Op de 500 meter hebben we al gezien een valpartij van Sandra Voetelink. Nu dan een valpartij van de koningin van Calgary. Die hier weer terugkeert in de schoot van het hele gewone volk. Hunyadi inmiddels op weg naar de bel, de 1100 meter. Geschrokken van die val wellicht, want ze heeft anderhalve seconde achterstand op het schema van Jacqueline Burner. En dat is beneden de stand van Hunyadi. Ja, maar ik denk ook eerlijk gezegd dat er is meer wind gekomen. En ik denk ook dat het ijs wat aangeslagen is. Natuurlijk heeft Hunda Niemann daar zometeen ook last van, dus dat kunnen we zien. Maar vanaf hier te zien zijn de omstandigheden zeker minder geworden dan de eerste rit. Kijk naar die vechtende Oostenrijkse. Die er werkelijk alles aan doet om toch maar die snelle eindtijd te realiseren. Maar dat haalt ze niet. De 2.05.87 van Burner blijft voorlopig dik en dik staan. Want kijk, hier is Hunyadi, valt helemaal buiten de prijzen. De gedoodverfde favoriete door velen zo gezien. 2.08.29. Voorlopig een vijfde plaats. Ze kan erop lachen. Dat mag, want ze heeft al een bronzen medaille gewonnen. En ze kwam met de intentie naar Albertville om in ieder geval één medaille...